Het is ongekend. Wat een schitterend resultaat. Olympisch kampioen. De Olympische Index. Ja, de ene dag is de andere niet. Kun je zeggen, nou, het open deur? Nee, in dit geval niet. Want op dag 5 van de Olympische Spelen in Tokio heeft Nederland tot nu toe wel 8 medailles gepakt. Dat is een record. Nog nooit haalde Team NL op één dag zoveel eremetaal als vandaag. Het vorige record stamde uit 1928 met 7 medailles. En denk je, jongen, wat loopt die man opportunistisch te doen? Ik heb het gisteren ook allemaal gehoord, weet je nog, Nina? Alleen maar chagrijnen. Ja. Maar gelukkig, dat mag bij sport. Lekker veel opportunisme. Bij onze studio Anne-Greet Haars, presentator van het programma dat nu al een klassieker is, BNN Sport. Annegeet, gisteren stonden we hier inderdaad een beetje mineur, niet een beetje ook. En zeiden, nou lekker zegt Team NL, jongen, beter is er niet. Maar ja, vandaag ongelooflijk succes. En dat is geluk, vertel maar. Ja, nou ik neem aan toen jij 1:30 vannacht wakker was, toen heb jij natuurlijk gezien dat er 4 medailles werden gewonnen bij de troeien. Ik heb het afgeklapt, helaas. dit was de ommekeer, kan je wel zeggen. Nou, goud, laten we daar allereerst mee beginnen. Voor de mannen dubbel 4, 2 keer zilver voor de dubbel 2 mannen en voor de vrouwen 4 zonder en ook nog brons. Ik wil zeggen, heel knap hè, van die roeiploeg, want die hebben het lastig daar. Die hebben natuurlijk veel coronagevallen, ook binnen hun staf. Vandaag ook nog bekend geworden dat ook nog de assistent van de bondscoach ook nog corona heeft. Ze mogen niet meer gebruik maken van het vervoer, nou noem het op. Dus het is echt ontzettend knap dat ze zoveel medailles vannacht hebben gewonnen, vanochtend vroeg voor ons. En daarna kwam het wielrennen. 3 medailles maar liefst. Nou, we hadden het er gisteren al even over. Iedereen hoopte er natuurlijk wel even op, nou sowieso, dat we goud zouden winnen. Wij wisten het al. Ja, nou was het maar zo makkelijk. Maar nee, goud bij voor Annemiek van Vleuten. Nu dan en, toch echt, hè? Nu dan toch echt, ja, zeker. En nou, niet te vergeten, ook brons voor Van der Breggen. Zilver voor Tom Dumoulin. We komen er zo nog even op terug. Maar ik maak eerst even mijn opsomming af. En tot slot ook nog judo. Brons voor Sanne van Dijken in de klasse tot 70 kilogram. Nee, Annegreet, inderdaad een aantal medailles even uit gaan pikken. Allereerst is het wielrennen. Ja, nou ja, wat een veerkracht. Dat is eigenlijk het enige woord wat ik er echt voor kan gebruiken. Annemiek van Vleuten, haar verhaal is bekend. 5 jaar geleden in Rio lag ze op koers om te winnen en maakte ze die verschrikkelijke val. Heel Nederland hield een aantal minuten adem in omdat ze niet meer bewoog. Nou ja, ze verloor daarmee natuurlijk haar gouden plak. Toen het, nou ja, we kunnen toch wel zeggen, het drama van afgelopen zondag, waarin zij maar liefst 45 seconden heeft gedacht dat ze won. En uiteindelijk was dat niet het geval. Maar ze zei het al, ik ben in vorm, jongens, hou daar nou aan vast. En dat heeft ze vandaag laten zien. En ze refereerde ook eventjes aan dat verhaal wat dus eigenlijk in 2016 is begonnen. Ik kan het eigenlijk nog een klein beetje niet geloven dat het gewoon gelukt is. Ja, en dan zeker, nou inderdaad, het verhaal wat in 2016 is gestart misschien. Dat het wel vaak, dat ik vaak de beste was, maar dat ja, niet uitbetaalde met de gouden medaille. Gelukkig wel ook door wereldkampioen te worden in Yorkshire, dus... Maar de weg hierheen is wel een beetje begonnen in 2016. En dat ik vandaag weer in mijn best doen ooit hier aan de start stond. Daar ben ik super trots op. En dan is het gewoon een bonus dat ik nu ook echt word beloond met deze mooie medaille. Ze hield ook die fiets van haar daarna zo wow, ja, in de lucht. Hè? En ze wees naar haar gouden oorbellen. En ik dacht, nou ja, mooie oorbellen. Maar wat het verhaal daarachter is, dus die oorbellen heeft ze ooit van haar vader gekregen. Haar vader is overleden. En die had ze toen in Rio. En toen heeft ze daarna gezegd tegen de moeder, ja, ik doe die oorbellen nooit meer in. Want die brengen zoveel ongelukken. Zei de moeder, nee. Daar denk ik echt heel anders over. Hou ze nou maar in. Dus daarom was ze een wezen dat ze ook in de camera zei, mama, kijk de oorbellen. Ja, is te gek. De vader was erbij. Nee, dat is superleuk. Maar er zijn zoveel leuke dingen. Nog één ding over haar ook. Het is ook stok oud, hè? 38. Nou, Paul, hoe oud ben jij dan ook niet? Ja, ik wou zeggen. Ja, maar ik vind het best oud, toch? Zij gaat door. En dit is een... Ze gaat door. Zien we er over 5 jaar nog? Nou, 5 jaar, 3 jaar is het natuurlijk al in Parijs. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja, en we hebben natuurlijk een jaartje ingehaald. Dus het is een iets kortere Olympische termijn wat je weer door moet. Ja, en zij vindt het zo leuk. Dat straalt ook echt van haar af. Het zou mij niet verbazen als zij nog gewoon doorgaat op Parijs. Maar ze won ook met een straatlengte ongekend eigenlijk. En wat een voorsprong. Ja, absoluut. Ja. En dan komen we gelijk op een andere tijdrit van de mannen. Want daar won natuurlijk Tom Dumoulin zilver. Roglic werd eerste. Ook met een minuut ertussen. Dus dat was echt een duidelijk verschil. Maar Dumoulin, we wisten eigenlijk niet zo goed waar staat hij nou. Hij is natuurlijk een aantal maanden eruit geweest. Hij zei van ja, ik heb er even geen plezier meer in. We kunnen het een soort burn-out noemen in de sport. En hij zei afgelopen voorjaar, in april ongeveer, nadat hij bij de Amsterdam Gold Race was gaan kijken, zei hij, ik ga er weer voor. Ik ga meedoen. En dan won hij vandaag zilver. Ja, prachtig. En hij heeft ook gezegd, hij gaat ook door.
En hij voordat je het gaat vragen. Nee, hij gaat ook vragen, door. Maar hoe oud is die dan? Hij is nog heel jong. En hij geniet weer van het lijden op de fiets. Ja. Dat is een hele mooie uitspraak. Ja, absoluut. Hij heeft er echt weer plezier in. En, katholieke sport, hè? Ja. Heel goed, ja. En judo dan? Een brons natuurlijk voor Sanne van Dijken. Dat moeten we ook even echt even doornemen. Ja, absoluut. Want kijk, ik zei net... De sportmedailles, prachtig op zichzelf. Maar als er een verhaal achter zit, dan wordt het natuurlijk nog mooier. En daar word ik dan nog enthousiaster van. En dit is er zo eentje. Sanne van Dijken, brons gewonnen vandaag. Na een ongekend moeilijke route naar deze Spelen toe. Allereerst had zij een enorme strijd met haar directe concurrente Kim Polling. In Nederland is het zo dat je maar per gewichtsklasse mag er maar één Nederlander meedoen. Dus het is een zware kwalificatie. Het werd uiteindelijk zelfs een juridisch proces. Ze wist pas een maand geleden echt zeker dat ze mocht. Zo. Maar nog veel heftiger op persoonlijk vlak is een jaar geleden haar broer uit het leven gestapt. Totaal onverwachts. Toen zag ze het zeer begrijpelijk even helemaal niet meer zitten. Het krabbelde weer op en toen heeft ook nog haar teamgenoot, haar trainingsmaatje moet ik zeggen, ook zelfmoord gepleegd binnen 2 maanden tijd. Jeetje. Dus zij stak haar handen in de lucht vandaag en... Ja, ik moet er bijna van slikken. Dat maakt ook die Olympische Spelen zo sportbijzonder. Maar ja, dit is niet zomaar een bronzen plak. Ze speelt het klaar met deze geschiedenis, recente geschiedenis. Echt heel knap, ja, absoluut. Oké, dan de huldigingen. Die gaan door corona natuurlijk ook een beetje anders. Hoe lost NOC NSF het op? Ja, dat is best wel... We waren gisteren kritisch op ze, maar ik vind dat ze dit leuk aanpakken. Want ze doen zogeheten balkonscènes. Er zijn enorme appartementencomplexen waar die sporters in zitten. Dus die mogen dan op een soort doek hun medaille bijhangen. En Pieter van Hoogman spreekt die sporters dan toe. En die belde vandaag ook eventjes met Rutte. Het is een beetje slechte geluidskwaliteit, maar ik ga straks uitleggen waarom. Maar luister maar even mee. Onze minister-president aan de lijn... Mark Rutte wil jullie graag iets toespreken. Achter iedere medaille schuilt zoveel strijd, zoveel opofferingen, zoveel emoties. En heel Nederland heeft met jullie mee. Jullie leveren echt een unieke prestatie. En dit is een boost voor de rest van de equipe. Dat kan niet anders. En vooral ook na al die tegenslag van de afgelopen dagen. Dus geniet hiervan. Via megafoon of zo versterkt, hè? Ja, ze hadden een soort box neergezet en daar kwam dat dus uit. Maar midden in dat dorp, je moet het even... Ik heb het op mijn Twitter gezet, het is echt een grappig filmpje om te kijken. Want je ziet ook allemaal andere sporters eromheen die denkt, wie is die man die daar heel hard door een box heen aan het gillen is? Hilarisch. Ja, ik vind dat toch mooi dat we dat op zo'n manier dan op weten. Maar wie is die man inderdaad? Dus laten we het snel gaan hebben over Simone Biles. Hè? We hadden het er gisteren ook al even over. Ja, nou, gisteren was inderdaad net dan bekend dat er iets met haar aan de hand was. Toen was het nog een beetje speculatie. Nou, de knie of mentaal was ja, precies. Het, inmiddels werd eigenlijk vrij snel duidelijk dat het echt mentale problemen zijn. Jullie gaan het er volgens mij straks nog uitgebreider over hebben. Maar zij heeft gelijk in een persconferentie gezegd, het gaat mentaal gezien niet goed met mij. En in die sport, in de turnsport, mentaal niet scherp kunnen zijn. Ja, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Want dan kan het echt heel ernstig met je aflopen. En ze had een supersterk verhaal op die persconferentie. Laten we even luisteren naar een stukje. Ja, I say put mental health first because... If you don't, then you're not going to enjoy your sport and you're not going to succeed as much as you want to. So it's okay sometimes to even sit out the big competitions to focus on yourself because it shows how strong of a competitor and person that you really are rather than just battle through it. Ja, gelukkig vanuit de hele wereld. Knap, hè? Ja, veel lof voor dat ze echt zegt, het geestelijk welzijn moet voorrang krijgen. Het is ook belangrijker dan je sportprestatie af en toe. We zien het steeds meer dat sporters zich voor uitspreken. We hadden het net al even over Tom Dumoulin, Naomi Osaka, de Japanse tennis. Er is ook een bekend verhaal. Maar je hoort het ook van andere sporters die zeggen, ik gooi mijn social media liever er even af. Want die druk is zo groot. Dat doet wat met mij. Die rotreacties. Ja, precies. Nee, dus, zeker. Maar ja, dat zo'n vrouw, hè, dat enorme voorbeeldfunctie dat zegt. Ja, dat zullen we nog heel lang terugholden, denk ik. Nee, maar dat is gewoon heel goed dat deze ontwikkeling op gang is gekomen. Echt snel eventjes aan de recorddag morgen een aantal heel veel medailles. Nee, we gaan morgen dit record niet verbreken. Er zijn niet eens zoveel finales. Wel een aantal, heel kort, roeifinales. Ja, Paul, je moet weer je wekker zetten heel omhoog, goed. 2 s'nachts. En zwemmen. Arno Kamminga, 200 meter rugslag. Nou, hij heeft natuurlijk al de zilveren plak. Hij zit in de flow. Wie weet. Toch weer erheen slapen. Dankjewel, Negeet.